In de ruimteoorlog tussen miljardairs heeft Amazon-oprichter Jeff Bezos een flinke slag geslagen. Zijn raket kan beter landen dan die van Tesla-miljardair Elon Musk. New Shepard, het ruimteschip van het ruimtebedrijf van Bezos, vloog eerst naar de ruimte om vervolgens weer netjes op aarde te landen. Op zijn pootjes. Eerdere pogingen van Elon Musk, oprichter van autobedrijf Tesla, om de raket van zijn ruimtebedrijf op zijn staart te laten landen, mislukte. Matthijs, en dus is het nu ruimteoorlog tussen de miljardairs? Ja, niet alleen tussen die twee. Hè. Jeff Bezos, je zei het al, van Amazon. 50 miljard waard, geloof ik. Elon Musk van Tesla en wat al niet meer. En Richard Branson, die hoort ook in het rijtje. Dat is onze Europese miljardair van Virgin, die ook meedoet. Die heeft ook zijn eigen ruimteplannen. Ja, die zijn allemaal bezig met proberen om commerciële ruimtebedrijven op te richten. Ja, en gisteren was dus voor alle drie dus een belangrijke dag. Ja, eigenlijk wel. Waarbij Bezos natuurlijk gewonnen heeft. In elk geval een tussenslag heeft gewonnen, een tussenetappe heeft gewonnen. Hij heeft een ruimtebedrijf dat heet Blue Origin. Daar wisten we eigenlijk niet zoveel van af. Het was een beetje geheimzinnig. Eigenlijk wisten we alleen maar dat Bezos daar geld in had gestoken. En dat kwam zomaar als een plotseling naar buiten met het feit dat zij al konden, een beetje de holy grail van het nieuwe ruimtevaren, namelijk starten, 100 kilometer hoog komen. Dus dan haal je echt even de ruimte, officiële ruimtegrens, en dan weer naar beneden en dan landen zonder dat die stuk gaat. Kijk maar even hoe dat gaat. Fin check good. Aft fin check good. LGS check good. 1. Ignition. And liftoff. Approaching max Q. Main engine cutout. LGS deploy. Welcome back, New Shepard. Ja, en iedereen dolblij. Ja. Lekker muziekje eronder. Maar goed, dan klettert zo'n gevaarte dus met een noodgang naar beneden. Ik heb geen parachute gezien. Nee. En dan landt hij op zijn pootje. Het ziet er heel bijzonder uit. Ja, er zit ook nog een dopje op als hij vertrekt. Daar zitten dan officieel ooit de mensen in. Die ging wel gewoon met parachutes naar beneden. Maar dit ding ging dus met zijn raketmotor weer naar beneden. Dat is ontzettend moeilijk. We hebben dat even gevraagd aan Edwin Vermeulen. Dat is echt expert en directeur van het Nederlandse ruimtevaartbedrijf Aerospace Propulsion Products. En die zegt dit. Normaal is het best moeilijk om een raket heel huids terug te krijgen. Vaak valt een raket terug in zee en is dan niet goed meer bruikbaar vanwege het zoute water. Of soms brandt die ook al een deel op in de atmosfeer, omdat het terugvallen heel snel gaat. Dus die raket heel huids terug krijgen en ook weer weten te landen, zodat die herbruikt kan worden, ja, dat is wel speciaal. En Elon Musk van Tesla kan dit dus niet? Nee, die kan dit nog niet. Die heeft nog geen test waarbij dit op dezelfde manier goed gaat. Die probeert het ook wel meteen veel moeilijker te doen. Hè. Is een ambitieuze jongen, nog ambitieuzer blijkbaar. Die zegt, ik wil ook echt landen op een klein veldje. Op dit, ja, hier zie je het. Op de Just Read the Instructions staat erop. Als je het niet meer weet. Daar wil ik op landen, op zee. Ja, en hier zie je het. Een paar pogingen heeft hij al gedaan. En ze mislukken allemaal maar net. Het gaat net mis. Ze vallen op het end toch om. Je ziet nog een stuurraketje erbovenaan. Die probeert nog te redden wat er te redden is. Maar dan is het alweer te laat. En dan is er alweer voor vele miljoenen is er pas in zee. Ja, het levert wel mooie beelden op in elk geval. Ja. Maar dit is elke keer een tegenvaller. Het is dus heel moeilijk, dat zie je. Hij maakte zich extra moeilijk, Elon Musk. En nou heeft Bezos het gewoon laten zien. Ja, en dan zet je in voor emissievrije auto's. Ze kopen dit af met CO2-certificaten. Ja, ik denk het ook. Dit ziet er moeilijk uit. Maar waarom willen die miljardairs dan zo graag dat dingetje zo mooi op zijn staart landt? Ja, dat is eigenlijk de holy grail van de ruimtevaart voor de toekomst. Waarom? Omdat het heel duur is om die raketten steeds weg te gooien. En op dit moment stuur je een raket naar de ruimte en de raket vernietig je daarna. He, dat zei Vermeulen net ook al. Dat is heel duur. Dus eigenlijk is dat veel duurder dan de satelliet zelf die je bijvoorbeeld in de ruimte wil brengen. Bezos zei het als volgt gisteren. Van je stapt in een Boeing 747. Daarmee vlieg je naar de andere kant van Amerika. Ja. Dan ben je aangekomen in New York en dan gooi je Boeing 747 weg. Want ja, je bent uitgestapt. Nou, dat soort onzin willen ze nu vermijden. De Space Shuttle was natuurlijk had al het doel om dat te doen. Door gewoon te landen en opnieuw gebruikt te worden. Dat is eigenlijk ook mislukt. Mooi ding, maar het is mislukt. Want het was veel te duur om hem weer vliegklaar te maken daarna. Eigenlijk duurder dan een raket. Dus toen zijn we teruggevallen op niet herbruikbare raketten. Maar wil je goedkope commerciële ruimtevaart mogelijk maken, dan moet je die raket gaan herbruiken. En daar is dit dus de manier voor geworden. Oké, en dan heb je ook nog nummer 3, Richard Branson. Ja, die pakt het nog op de Space Shuttle manier
aan. Die wil ook vooral met mensen de ruimte in om ze even rond te laten kijken. En ja, die pakt het zo aan. Die vliegt met een heel groot vliegtuig met een hele grote spanwijdte, zodat ze in de ijle lucht nog steeds draagkracht hebben. En daaronder hangt een soort raketje. Die valt naar beneden en die, het is wel spectaculair, die zet dan de motor aan met een raketmotor. En die knalt dan eventjes als een soort scramraket, knalt die even de ruimte in. En de eerste kaartjes hiervoor zijn al verkocht, geloof ik, hè? Ja, inderdaad. Je kunt er al op inschrijven. Dus je kunt ook modern zo zeggen, je crowdfund. Hij heeft crowdfund zijn project alvast. Yep. Brad Pitt heeft al een kaartje. Tom Hanks heeft al een kaartje. Katy Perry, als je het zo zegt, heeft ook al een kaartje. Kost 2 ton. Ja, dat weet ik allemaal niet, hoor. Ja, dat zeg je zo. Dan heb je 1 vliegtuig vol met al die celebrities zitten. Ja, dit is ook een keer misgegaan. Want daar is eentje natuurlijk. In 2014 is zo'n ding zonder mensen erin van Branson een keer ontploft. Dat was een grote tegenslag voor hem. Okay. En toen hebben ook wat van die celebrities afgemeld. Maar het klinkt een beetje leeg. Ik bedoel, het is leuk, hoor. En ongetwijfeld willen heel veel mensen dat. Mooie ervaring. Maar wat is nou toegevoegde waarde? Nou ja, inderdaad, wat Branson wil en ook Bezos wil, is vooral mensen even een kijkje geven in de ruimte. Dat is inderdaad niet heel ver van aarde, hè? Niet heel erg veel ambitieus. Bezos maakt er op deze manier reclame voor, trouwens. Dan zweef je dus even in de ruimte. Maar je gaat dus niet eens naar de maan. Ik bedoel, je gaat niet naar de maan. Dit 2 ton, ja. Je gaat even de ruimte in en het precies. Is klaar. Elon Musk is ook veel ambitieuzer dan deze 2. Dat is eigenlijk wel weer mooi. Die zegt, we moeten de ruimte veroveren. We moeten uiteindelijk naar Mars. En dit is een eerste stap. En Elon Musk heeft dan ook gewoon al een contract met NASA om goederen te voeren naar het International Space Station. Hij is zelfs al een keertje aangelegd daar. Toen heeft hij zijn pakketjes daar uitgedeeld. Misschien dingen van Amazon die ze besteld hebben. Ja, zijn boeken. Dus die is al veel verder. En die is veel meer bezig met echte commerciële vervoer in de hele ruimte. Want hij wil naar Mars. Maar dus is Musk serieuzer en die andere twee zijn een beetje aan het miljardair hobbyen. Ja, dat vond ik eigenlijk wel toen ik er zo vandaag mee verdiepte. Want ja, die andere twee vinden het leuk om eventjes 4 minuten in de ruimte te zijn. En Elon Musk wil gewoon de ruimte veroveren. Maar toen ik dat vroeg aan Edwin Vermeulen, de expert, toen zei hij nee, ook die dat uitstapjes met miljonairs is ook heel belangrijk voor de ruimtevaart. Als dit lukt, als je echt in grote getalen mensen de ruimte in kunt krijgen, ontstaat er een businessmodel waardoor het naar de ruimte gaan ook steeds goedkoper zal worden. En dat hebben we in de luchtvaart ook gezien in het verleden, waar vliegen eerst eigenlijk iets was voor een paar durvals. En men ontdekte dat je mensen ermee kon vervoeren, heeft het nu geleid tot een hele volwassen industrie. Nou, leuk, volwassen industrie, kost een hoop geld. Ja. Even een paar platte oude argumenten, maar niet minder waar. Er gaan nog steeds mensen dood van de honger. Malaria-problemen. Ja. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Waarom zou je daar miljarden besteden als je hier nog beter kan besteden? Ja, goed, dat is altijd een beetje, vind ik, een schijntegenstelling. Alsof je het niet allebei kunt doen. We doen ook allebei. Hè. De vierde ontbrekende miljardair is natuurlijk Bill Gates. Ja, die profileert zich op een hele andere manier. Die profileert zich altijd. Die is ook veel meer nerdy. Die is niet zo spectaculair. En die heeft wel meer geld verdiend. En die werkt aan polio en malaria en andere ziektes. Vind ik ook veel mooier. Maar het is niet zo dat de mens kan zeggen, we blijven gewoon altijd op aarde. We hebben op een gegeven moment een paar gekken nodig die zeggen, we gaan de laatste grens gaan we bereiken. Why? Nou, bijvoorbeeld een economisch argument. Een echt, je zult erom lachen, maar echt goed economisch Delfstoffen argument. Delfstoffen van de maan? Nee, dat is veel te duur. Een verzekeringsargument. Wat hebben we voor over om te zorgen dat de mensheid beter beschermd is tegen uitsterven? Een tweede. Je hebt zeker ook zo'n bunker in je tuin. Nee, die moet op een andere planeet. Ja. 1 asteroïde, 1 keer een. We zijn allemaal weg. En we zijn allemaal weg. Dan nou en? Nou, dat is. Ik heb een verzekeringspremie ervoor over. Ja, okay. Om de mensheid te beschermen daartegen. En het zou handig zijn, en daar moeten we wat geld over hebben, als we een paar van onze stukjes DNA op de maan hadden rond, op liefst op Mars, of nog verder hadden rondlopen. Iets voor jou? Nee, ik sla even over. Volgens mij is het een jongensdroom. Genoteerd.